speedboatrace gewonnen. Dus dat maakt het 2-1 voor mij. Ik dacht alleen maar, kom op, we gaan door naar New Orleans, klaar ermee. De twee vrienden Rolf en Lucas maken een roadtrip vanaf Miami via New Orleans, Texas en Las Vegas naar de eindbestemming Los Angeles. Op elke grote plek hebben de twee een uitdaging voor elkaar, zodat we in Los Angeles weten wie van de twee het avontuurlijkst is. Rolf en Lucas beginnen met de eerste uitdaging in New Orleans. Dit is 828, is het hier dan? Rolf had de eerste uitdaging bedacht en hij nam me mee naar een voodoo-dame. Dan moet ik eigenlijk meteen denken aan van die poppetjes en die naaltjes waarmee je iemand aan het steken bent. Hallo. Yes, we're from the Netherlands. Oh, spullen. Ja. Maar ja, er komt natuurlijk ook wel wat bij kijken. Oh, this is pretty much impressive. There's so much here. I'm doing spiritual healing guidance to people as well as there. I'm a founder of the Voodoo Spiritual Temple. So where do you want me to sit? I suppose here. Okay. I don't know. I gotta clean up my mess. De sfeer in de kamer was heel erg spooky. Ik denk dat Priest Miriam contact aan het leggen was met de doden. I'm going to do a private bone reading to tell your future. Priest Miriam haalde opeens een zakje met bordjes tevoorschijn en ik dacht nog, ja leuk, we gaan dobbelen. Okay. Well, according to the time of this year, there's a room for changes, adjustment. And so over the next 4 years, you should have things pretty well organized in the way you're going to be successful financially or with your emotions. It's in that sense. But this project that you all are doing should be very successful. Don't make a hasty move if you don't feel secure about relationship right now. Good or is it bad? Well, according to what I see, I believe in your mind you would like to have a whole outfit or a studio. You would like to do your own type of filming. Uiteindelijk ging het erom wie van ons het beste toekomstperspectief zou hebben. En Priest Miriam zou dat gaan bepalen. Each one should have a good future, but Ralph Wolf future has seemingly he has mastered through early shaman. En ja hoor, ze ging het zeggen. Ik had de beste toekomst te pakken. Punt was voor mij. En wat vond je ervan? Ik vond het grappig. Ja. Nou, echt helemaal niet geloven. Ze zat er ook wel een paar keer goed na. Ik geloofde er echt weinig van hoor. Ja? Alles blijft heel erg in het midden hangen. Rolf zit dan alweer heerlijk te genieten in die auto dat hij dat punt binnen heeft. Maar ik neem Rolf mee naar de karaoke bar en daar zal ik hem laten zien dat ik de beste zanger ben. In New Orleans is iedereen op straat muziek aan het maken en ik had me daar toch een coach gevonden. Can you play a standby? Yeah, so far. I have to sing this number very good. So maybe you can help me a little bit with it. I don't remember the song for so long. Op een pleintje kwam ik Willow tegen en ik heb Willow gevraagd of hij me wilde helpen bij het oefenen van mijn nummer. Lucas had gelijk een goede zangcoach pakken. Willow, ja, een hele leuke vent die ooit nog in Amsterdam heeft geleefd als junk. En die begon gelijk voor Lucas muziek te maken. We hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Het was wel echt gaaf dat Willow echt talent had. Hij kon echt super goed zingen. Woman, you tell me what I
do to you. Oh, I give you my money, food stamps too. I give you a place to lay it. Now you tell me I got to go away. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Bij Rolf is het echt valse kraai zoekt valse kraai. Ik vind het dan echt heerlijk om hem zo te zien klungelen. I got the words, but I'm a very, very bad singer. Yep. Hey, succes, Luc. Thanks. Can you give me the sign when I need to start? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Ja, toen Lucas zijn mond opentrok, dus schrok ik echt heel erg. Maar het was wel heel leuk om te zien. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. You're a better singer than the You're a better singer than the lead vocalist in the first punk band I've seen. Well, thank you very much. I think you are way better You're than welcome. Me. Welcome. The tip jars there, 20 would be nice. Yes, we will. Did you like my vocals? Yeah. Yeah? All right. Thanks. Oh, thanks. Yeah. Yes. I got my first two fans over there. Na de repetitie van Lucas kon ik natuurlijk niet wachten op de avond. En ik was echt helemaal klaar voor de strijd. Ben je er klaar voor, Luc, om te verliezen? Ik ben sowieso klaar om te winnen, dat wel. Nee, maar klaar om te verliezen. Ik ga niet verliezen. Jawel, je gaat wel verliezen. Ik ga niet verliezen. Ik ga jou echt van het podium afzingen. Volgende keer in Roadtrip USA. Ik zou dus die Hit the Road Jack doen, maar die hebben ze niet. Dus moet ik een ander nummer gaan kiezen.